blijft een beetje hangen daar. Daar zorgen de paarden op weg naar de laatste bocht. Inmiddels meldt zich wel Epetit de Veil op plaats 4. Paarden gaan de laatste bocht nu in en de koplopers staan nu serieus onder druk van El Draco. Paarden zijn inmiddels halverwege de Charla-bocht. Regelmatig. 18-7 is de tussentijd en El Draco aan de buitenkant had even iets voordeel, maar Free Victory komt weer terug. Epetit de Veil komt er nu ook aan en zo zijn de paarden in de laatste rechterlijn. Er komt ook Falco die Viva aanzetten. Komen met z'n vieren straks misschien wel op één lijn. De achterste deelnemer naar ruimte, die gaat van de benen. Midden van de baan El Draco. Binnenkant Free Victory. Gaat tussen deze twee. Koyman en Michel Brouwer. Het is Koyman op dit moment en het blijft.